Hey Rob, ik zag je in de afgelopen 20 minuten 5 keer heel hard gapen. Het is moeilijk om een beetje concentratie hoog te houden op zo'n dag. Het is een lange dag geweest en gisteren ook nog eens. Dus wat dat betreft is het lastig, maar uiteindelijk denk ik dat als we eenmaal met de wedstrijd begonnen zijn, dan is alles weer vergeten. Nou, we hebben even nagesproken over de wedstrijd en wat wij eventueel moeten doen in de volgende, of in deze finale. Een beetje met Katie opgetrokken om te zien hoe we dat die enkel gaan oplappen als het wel op te lappen is. Dus, ja. Hoe staat het daarmee? Nou, in principe is het niet zo heel erg, maar ja, weet je, je speelt één wedstrijd en dan moet je nog eentje met toch wel de blessure aan je enkel. Dus ze is nu door Sabrina goed ingetaped en dan gaat het warming up doen. Ze gaat in ieder geval de wedstrijd beginnen, dus je wel goed weer ze kan komen. Heb jij de wedstrijd CTO Binnenland gezien? Ja, dat heb ik gezien, tweede helft. Wat viel je daarop? Nou, ik viel me op dat in ieder geval CTO stond het hele tijd voor en Binnenland wel door middel van de press terugkomt. Maar daar zijn we wel goed bewapend, dus press moet geen probleem voor ons zijn. Heb jij naar je concurrent gekeken? Nee, ik heb de vorige wedstrijd niet gezien. Het is, na zo'n wedstrijd is het beste om niet eigenlijk in de atmosfeer van de zaal te blijven. Maar gewoon frisse lucht op te zoeken en dat hebben de speelsters en ik ook gedaan. Oké, dus je weet eigenlijk niet hoe ze gespeeld hebben? Nee, maar ik heb de vorige keer ook al tegen gezegd, we weten van iedereen inmiddels wel hoe ze spelen. Dus dan maakt die ene wedstrijd ook niet veel uit. Het verschil met de wedstrijd dat wij elkaar toen spraken is dat Leonie nu meespeelt. Ja, denk en Jantine niet. En alleen nu Jantine niet, nee. Kun je dat tegen elkaar wegstrepen, denk je? Of ben je toch net even sterker? Nou, ik weet het niet. Kijk, het is nu natuurlijk niet dat niet alleen Jantine geblesseerd is, maar vorige keer hadden we ook een aantal lichte blessures. Ja. Die hebben we nog steeds. Ze zijn alleen iets minder licht op dit moment. Dus wat dat betreft is het moeilijk te zeggen op elkaar opheft. We zien het wel in de wedstrijd. Nee, we gaan in twee scenario's, of CTO of Binnenland natuurlijk in de finale. En dan gaan we voor beide teams wel alles voorbereid, hoe we tegen een en tegen een ander gaan spelen. Dus we weten ongeveer waar de sterke punten van Binnenland zijn. Ja. En daar gaan we net een beetje besproken in de kleedkamer en een beetje refresh doen van wat niet zo lang geleden speelden we tegen Binnenland. Alleen het verschil daarmee is dat Jantine Kraak nu niet meedoet, maar Leonie Kooi wel. Ja. Verandert dat veel voor jou? Nou, niet veel moet ik zeggen, want ik vind Jantine Kraak een goede speelster en zo is Leonie ook. Dus eentje is weg en eentje is erbij. Ik denk dat we gewoon snel moeten spelen, want ik denk dat we op snelheid deze team wel kunnen kloppen. Je gameplan, is dat nou heel erg veranderd nu Jantine niet meespeelt? Niet voor deze wedstrijd. We hadden wel al van tevoren bedacht van oké, als we tegen Poobild komen, dan gaan we op die manier spelen. Het enige jammer is natuurlijk dat het wat moeilijker wordt met je rotaties inside, omdat je gewoon een belangrijke speelster mist. En wat is jouw gameplan eigenlijk? Ja, zorgen dat we in ieder geval zo goed mogelijk de sterkste punten van Poobild uitschakelen. Dus, dat zijn Hartie en McDowell. Nou, dat hebben we de vorige keer geprobeerd met een triangle en 2. Maar dat werkte niet helemaal, dus we kijken nu of we door kleine veranderingen of we dat nu beter kunnen doen. Iets soortgelijks dus eigenlijk. Ja, precies. We zien wel hoe dat uiteindelijk werkt. Je wil de angel eruit halen. Ja, dat doet iedereen natuurlijk, het sterke punt van de tegenpartij eruit halen. En ondertussen kijken of je van de zwakke punten van de tegenpartij kan profiteren. Ja, oké. Okay, succes. Dankjewel.
cannot wait with two men here. There must be always one who will go back to... Hello. Even naar het begin van de wedstrijd, een flitsende start volgens mij. Ja, wat we net iets minder deden in de wedstrijd hiervoor, deden we nu heel goed. De ballen vielen. Wel weer de tweede helft basket die we net hadden, dus dat was wel onze goede basket. Alleen verdedigend voerden we onze taken niet goed genoeg uit. Dus dat was jammer, want anders hadden we gewoon die grote voorsprong waar we mee begonnen, hadden we langer vast kunnen houden. Ja, we waren niet echt scherp in het begin, we hadden ze ons overrompelen in het begin. Ja. Ze spelen vrij strakke verdediging op Katie, die wil ze uit de wedstrijd houden. Het lukt in het begin een beetje, maar op een moment komt ze toch weer los, hè? Ja, maar oké, dat weten we al. Dat we moeten even kijken wat ze doen, zodat we strategie kunnen bepalen voor de rest van de wedstrijd. En dat hebben we gedaan, en aanvallend en verdedigend. Ja, goed, het bewijst weer dat eigenlijk de box en one waar we mee beginnen het idee wel goed was. En op het moment dat je overgaat naar andere verdedigingen of man-to-man, dan is er net iets te gevaarlijk. Ja, later komen we door die press toch nog wel een beetje terug. 12 punten en balbezit, en uiteindelijk kiezen we toch weer een paar verkeerde opties. Ja, ik denk dat het gemak zoekt en opeens in derde kwart ging alles perfect bijna. Zou ik zeggen, we stoppen 5-6 aanvallen op een rij en scoren 5-6 aanvallen met easy scores, met layups. En dan sta je zo dik voor, dan denk je, nou ja, dat is het over, maar je moet het wel spelen tot het over is. En dan kwamen ze wel terug, we doen een paar domme dingen, dus dan hebben we wel... in de time-out, na die time-out ging het weer, weer op zoals het moet. We waren een beetje weg uit de organisatie. Ja, het was eigenlijk te veel, hè, om nog terug te komen, want je staat 22 punten achter. Klopt. Ja. Dus er kostte veel moeite voor, het heeft veel kracht. Ja, dat is ook zo. Het was, was net iets te veel. Ja, maar oké, dat is bijna geen seizoen, zeg maar. Als het echt niet gaat bij iemand anders, dan is het iemand anders weer. Vorige wedstrijd was Maaike, nu is het weer Jelana. En, ik moet zeggen, dat ik moet prijzen onze mentaliteit, weet je. Als je een paar puntjes achter staat, nou een paar puntjes was het 9 punten, dan gaan we niet in de duim gaan vallen en dan zeggen, nou op de rug liggen en that's it, weet je. We komen altijd terug en iedere keer en komen we ook overheen. Dus die mentale kracht, dat zie je door deze ploeg, waardoor jij nooit zeker kan zijn. Zelfs, ik kan me herinneren dat we met 18 punten achter hebben gestaan in deze periode, in deze competitie tegen iemand. Sorry dat ik dat niet meer weet, maar en dan winnen we nog met 20. En dat is het wel te danken aan de mentale kracht van het team.